Dit is het verkeersjournaal van maandag 10 juni. De Werf in Den Haag wordt opnieuw ingericht. Het bedrijventerrein is verouderd en ziet er rommelig uit. Door de herinrichting moet het bedrijventerrein weer een frisse, nieuwe uitstraling krijgen. En als eerste vervangt HTM de tramsporen. Daarna begint de gemeente met het herinrichten van de straten. Ook komt er meer groen en er komt energiezuinige verlichting. Het stuk tussen de nikkelwerf en de tinwerf is afgesloten voor het verkeer. En verkeer kan omrijden via de zinkwerf- en de Zichtenburglaan. De herinrichting zal tot half augustus gaan duren. Op de Loosduinse Kade in Den Haag wordt gewerkt aan de riolering. De weg is afgesloten tussen de Zuiden Parklaan en de Lijnbaan. En verkeer kan omrijden via de Valkenboslaan, de Laan van Meerdervoort en dan de Koningin-Emma-kade. De werkzaamheden op dit stuk van de Loosduinse kade zullen tot half oktober gaan duren. En daarna is een ander deel aan de beurt. En daar zal dan nog tot het eind van dit jaar aan gewerkt worden. De rechterrijstrook van de Haagweg in Rijswijk wordt morgen en vrijdag afgesloten. Tussen de Laan-Hofferust en de Herenstraat zal er een kraan op de weg staan. En dit zal alleen buiten de spits zijn. De Haagweg is een belangrijke verkeersader door Rijswijk. Verkeer richting de Herenstraat wordt door middel van borden omgeleid. En doorgaand verkeer kan blijven rijden, maar moet wel rekening houden met eventuele vertraging. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. De informatie staat ook op teletext, pagina 165. Heel graag tot morgen. Dag.